mijn kanaal. Hallo mensen van mijn kanaal, welkom terug bij een nieuwe video. Jammer genoeg met Dendermart. Ja, ik DJ, kijk, wij zitten net Clash of the Art te spelen. Ah, en DJ, die was zo'n noob, want ik, dankzij mij had ik alle torens. Jongen, maar, jij zegt, jij zit er nou alleen naar 5, jongen. Ik had met 15-0 of zo gewonnen. Jongen, je moet niet zeuren, volgens mij heb je door mij gewonnen hoor, deels. Ik wil niet wel zeggen hoor, maar als jij niet die torens zat te zappen. Jongen, je hebt wel zin dat die kost een beetje spreuk op die torens zat hoor. Ja. Nou, wat ben je? Oké, okay, je bent een killer. Nee, je bent survivor, ik zie je staan. Nee, ik sta. Je, waarom ben ik dan? Waarom ben ik. Je staat hier, je bent killer. Je bent een killer, nee, niet liegen. Mag niet van je ouders. Oh, ik word nu al aangevallen! Nee, jij bent het niet. Karma! Nee, waarom ook steeds terug in tapijt? Wat is dit? Nu mag je doodgaan ook hoor. Ja, maar dat ga ik al, dat is het probleem. Dat krijg je. Nee, wat doet hij? Moest je maar mij laten winnen met Clash Royale. Nee, maar dat verdien jij niet. Wow. Oké, okay, jongens, ik word steeds terug in tapijt. Jullie zien het ook. Oh, nee, dat is crappy, gewoon, dat crappy is gewoon... bird, crappy. Oh, dat bird. Heb ik nu ook. Ja, ik ben steeds terug in tapijt. Het komt goed. De fellow survivor was knocked down. Ja, en ik kan niet echt bewegen. Oh! GJ, Snoop, GJ, Snoop. En mijn internet hier er geen zin meer in. Hey, wanneer ga je mij helpen, GJ? Hij zag me! Wat was nou epileptisch? Nee, nee. Die klonk als een oude oma. Ben ik stiekem ook? Nee, ik ga dood. Nee. Ik gun jou de overwinning niet. Ja, maar je bent een killer niet, maar dat maakt niet uit. Dan wil ik liever dat de killer wint. Nee. Nee. Je bent nog gewoon weg. Ja, maar dat kan niet, als ik steeds terug word getapeet. Dan word je dan niet teruggepijpt. Ja, ik ben dood. Ja, of je moet me healen, maar hij gaat me letterlijk opwachten. Ik zit in Johnson's huis. Waarom zit een murder ja, achter mij? Jongen, pak hem. Ja, ik was geheeld. Pak hem, alsjeblieft. Ja, oké, dank je. Dat was jij niet eens, of wel? Nee, dat was jij niet. Nee, dat was ik niet, ik ben dood. Oh, ja, maar dan ga ik je ook niet healen. De killer zat mij achterna. Oké, waar ben je dood gegaan? In de tuin. Daar bij de tuin. Ze zeggen, nou als je bij dat ene steegje gaat, daar lig ik op de grond. Bij de tuin als je in het ene steegje gaat. Bij de tuin heb je zo'n steegje. 3, 2, 1. Oh. Net te laat. Godverdomme. We hadden je bijna. Helemaal niet. Jij bent gewoon zo vies, want je liep nog ineens naar me toe. Jawel, ik zat. Jongen, je ziet het op de video zodra die online staat. Je ziet het, jongen. Oh, je zet hem gewoon niet online. Ja, ik ga hem niet online. Ja, je bent gewoon nog in het huis. Ja, ik ben dood. Ah, partij, ik ga weg. Doei. Ik ben dood. Nou, jongens, we hebben eindelijk een leuke video. Eén like is één video van Nenda Mart. Het is wel een keertje een leuke video zo hoor jongens. Even lekker rustig. Kijk, dit is ook gewoon wat mensen willen zien. Moet ik vaker doen dit gewoon joh, lekker alleen. Is het ondertussen even een cornflakes klaar te maken ofzo, ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh, ben je er weer jongen? Heb ik heb een cracker gehaald. Ik wou net zeggen, ik hoorde je wel iets pakken, ja. Ik zat alleen maar te willen dat je cornflakes ging halen. Yo. Maar ik heb geen cornflakes meer, ik moet mijn moeder even kopen. Oh. Oké, even kijken hoor, dit gaat wel lekker hoor. Had je bij moeten zijn. Wat? Ik zei, gaat wel lekker, had je bij moeten zijn. Oh, oké.
Moet ik maar wat? Nee, inderdaad, dat is wel het probleem, want je kan het ook niet boeien, want je bent er niet meer. Nou, ik ben dood, dankzij jou! Nee, ik was je aan het redden! Nee, killer, ga weg! Ik ga niet! Nee! Stout, nee! Jongens, help even! Hij zit achter mij! Jongens! Alsjeblieft, laat hier een kast zitten. Nee, er zit geen kast. Crap. Je loopt dood. Je loopt dood. Nee. Dus de reden waarom je nooit murder bent bij Murder Mystery. Nee. Scheiding. Nee. Ik zit ook lekker dood, jongens. Dit is echt prachtig beeld, toch? Je kan zeggen wat je wil, maar dit is prachtig beeld. Dus net zo succesvol als Expeditie Eiland. Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie moeten de waarheid weten. Oké, jongen, we zijn weer een nieuw potje aangekomen hoor. Neem dan maar, het is weer echt lekker positief te doen. Oh. Oké, wat ben jij? Een murder. Oh, echt? Het is meer een klus reaal, godverdomme. Rustig. Sorry. Ik wil gewoon niet dat jij van geld krijgt voor YouTube. Dan kan ik YouTube niet aandoen. Dit is ook wel lekker rustig, hè? Voor mij zit jij echt. Als jij echt de murderer bent, zit je me voor mij echt te focussen, of niet? Ja. Ja, sowieso. Voor mij zie ik daar de killer lopen. Ben je het echt of niet? Tuurlijk. Ja, ik geloof jou echt niet. Oh, iemand is al dood. Nee, je bent het sowieso niet. Nee, ik ben niet hoor. Nee. Ik wou net zeggen, dan kun je mij niet wijs maken. Nee, tuurlijk ben ik hem niet. Nee, zie? Nee. Ze kwast me beslaagd heus niet in de wereld hoor. Nee. Nee, jij bent hem niet. Nou, tegenwoordig weten we maar één ding en dat is dat GJ niet weet dat ze... Oh god! Nou, voor mij ben je hem niet, jawel! Oh nee! Je bent dood. Nou, dus je was hem niet. Help me. Ik ga je ook gewoon niet opzoeken nou, hè? Help me, ik zit dood, ik ben dood op straat. Ja, maar die killer die zit sowieso bij jou. Hij is hier niet! Voor mij ben je dood, nee. Ja, joh. Dat wist ik nog niet hoor. Echt niet? Nou, hierbij. De kinderen vertegenwoordig. De jeugd valt tegenwoordig. Doe er allemaal armo na. Allemaal fake. Nee, Snapking. Snapking met z'n oplichtingslijn. Kijk. Ja, het zijn allemaal Snapkingertjes met Snapking diss track. Je doet geen Gio. Heb je geluisterd, jongen? Ja, ik heb hem geluisterd door de Gio diss track. Hij probeerde Uganizen, zo heet het, Uganize. Ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik snap het. Probeerde hij te dissen. Lukt hem niet echt, hè? Ja? Lukt hem niet echt, hè? Nee, lukt hem helemaal niet. En nu wij. Ignaas heeft nu een diss track over hem gemaakt. Oh, goed zelfs. Ja, ik heb überhaupt niet met die hele diss tracks hoor. Wel maar die van Milan Knol, die vond ik wel goed. Die tegen Dylan Hagens. Ja, maar dat was ook echt de beste die er was. Dat is de enige die een beetje normaal is. Een beetje goed, zou ik zeggen. Ja. Oké, ja, ik heb bijna gewonnen. De poort gaat over 20 seconden open, dus dat gaat wel lekker. Net als dat David begon, dat snapte ik al niet. Ja. Die maakt een diss track over zichzelf. Ja, maar dat zat ik ook altijd hoor. Kijk, hier heb je hem. Nee, doe even niet. Jongens, iedereen strike hem. Nee, doe maar niet. Je kan naar buiten, hè? Ja, ik weet het. Nee, je bent escaped. Ja. Normaal niet. Jawel, ik werd escaped.
Je bent wel escaped. Stiekem zit ik gewoon, ik zit nog steeds in zo'n kast, maar goed, ik ben escaped, ja. Nu doen we denken aan die ene keer dat we met, gewoon Yodo. Ik was toen killer en ik had jullie allemaal gekild, behalve één iemand. En die ene iemand die was uiteindelijk, en die had ik bijna gekild, maar toen opeens kwam er uit hem nog iemand. Oh ja, toen kwam er uit hem niet nog iemand, hè? En wij zeggen maar, what the fuck. Ja. Aaron had een vriend, zeggen we dan. Nou, ik wil in ieder geval jou bedanken voor het kijken, voor het al leuk. Ik gewoon de duivel. Ja, als je het leuk vond, dan moet je het even zeggen in de reacties. Want ik kreeg laatst ook een reactie dat iemand een leuke video vond. Zo ook voor het eerst. Is dit al een video? Ja, nee, dit is eigenlijk geen video, nee. Oh. Ja, jawel, jongen. Nee, ik kreeg op de vorige video ook een positieve reactie. Was ook voor het eerst. Ja, oké. Dus ik zie jullie graag bij een volgende video.